Welkom in ProCast, de Wie is de Mol podcast van Wie is de Mol Pro. Ik bespreek de afleveringen en alle andere belangrijke informatie over Wie is de Mol met Dinant van WDM-2023-hints op Instagram en Arjan van Mollenjagers op Instagram. Welkom beiden. Hoe vonden jullie de aflevering? Goed. Okay. Ja, ik vond het een leuke aflevering, alleen simpelere opdrachten dan de vorige keer. Ik vond het wel jammer. Ja. Want bijvoorbeeld weer knoppen indrukken, ze gingen ook met de hele groep, dankzij Daniel. Dus dat was best wel makkelijk. Ja, en wat vond Arjan ervan? Aflevering, alleen er zat heel veel tempo in. En heel eerlijk, als ik dan een afweging moet maken tussen twee opdrachten of drie, dan vond ik twee opdrachten overzichtelijk. Dit was een beetje te snel en ik kwam eigenlijk een beetje een paar minuten tekort. Dus ja. Net als bijvoorbeeld in opdracht 2, waarom dat stuk in één keer versneld ging, vond ik een beetje jammer. Dus ja, liever weer terug naar 2. En hoe heet het, dat vond ik zelf ook, inderdaad wat jullie zeggen, dat het tekort is en zo. En dan nu met de testvraag zie je dat je eigenlijk in opdracht 2 gewoon meer te zien had moeten hebben. Want die testvraag, daar kon je echt niet alles uithalen uit de aflevering. Klopt. Ik heb heel veel twijfel. Ik heb heel veel vragen gehad van, klopt het wel dat het 100 euro was of 150? Ik zeg, nou, we weten het bijna zeker. Ja, want iedereen precies. Deelt hetzelfde. En toen zeg je maar, ze wachten wel op WNDM Guido, weet je wel. Ja. Totdat hij het deelde. Maar ik geloof ons nou maar, je kan erop aan dat het 100 euro is als het Daniel was. Ja, precies. En daar heb ik ook op ingevuld. Ik heb hem in de beel ingevuld. Maar wat vond jij ervan? Wat ik ervan vond? Ja, een beetje simpele opdracht inderdaad. Zoals die knopjes indrukken. Dan is het natuurlijk heel erg... Het is heel avontuurlijk en zo dat je op een quad mag rijden als kandidaat. Maar een paar knopjes inklikken, ja. Ja. Als ze nou steeds hadden gezegd, je mag met maximaal 4 mensen in een veld of zo. Ja, precies. Maar je zou bijvoorbeeld als mol, kun je hier niet veel. Want je wordt overal in de gaten gehouden en je moet overal zijn. Ja, en de tijd was te lang. Ja, ja. Denk jij bijvoorbeeld dat een mol... 5 minuten bijvoorbeeld zetten of zo. Dat je dan naar de knop en dan weer 5 minuten weer terug naar de klok. Dan was het leuker geweest. Ja, maar denk je bijvoorbeeld dat een mol hier heeft kunnen mollen? Nee. Nee, nooit. Nee. Dus dat vond ik wel een beetje jammer bij die tweede opdracht. Ja, dat vond ik op zich wel leuk. Vond ik een leuke opzet. Alleen te kort in het programma. Ja. En die derde opdracht met het schip, dat was ook enigszins wel, maar daar had nog iets van een andere laag in moeten zitten. Want nu heb je ook twee opdrachten op elkaar waar je ineens jokers kan verdienen. Maar toch vond ik die laatste opdracht echt weer een wiesdomme opdracht. En daar zat ik weer van te genieten. Vooral om die mindfuck die laatst kwam. Daar hou ik toch wel van, die plot twist, weet je wel. Dat is waarom iedereen zo lekker fanatiek was. En ja, dan komt er in één keer zo'n plot twist en dan zit je wel toch weer te kijken. En daar hou ik toch wel van. Daar geniet ik van. Maar ik vind het wel jammer, hoe heet het? Je hebt dan in de vorige twee afleveringen heb je niks met troeven. En heb je nu een aflevering waarin twee opdrachten zitten wat met troeven ook te maken heeft. Ja. Achter elkaar. En dat vind ik dan zelf weer jammer. Want dan kun je beter in twee afleveringen allebei één opdracht hebben met troeven. Dat is leuker. Dan kun je nog iets. Ja, volgens mij zijn dat ook. En volgens mij zijn die land al vorige keer tegen mij. Ze hadden die ook eens in vrijstellingen moeten doen. Ja. Ja, nou ja, dan is het alweer iets spannender. Ga je er meer voor, lijkt mij. Ja, precies. Dat. Maar ja, opdracht 1 denk ik. Of eerst de titel. Ja, nou, daar zijn we nog niet. Arjan, jij verdenkt natuurlijk nog steeds Daniel. Is dat zo? Dit zei je vorige week ook, maar maakt niet uit. Ja, maar dat maakt niet uit, ik blijf het ook gewoon herhalen. Waar is mijn beeld? Zien jullie mij nog? Nee. Daniel zit hierin, denk ik. Daniel zit hierin. De camera valt uit. 100% Daniel is in Skype. Hij is nu bezig. Daniel. Huh? Hij is Tim aan het hacken. Hij is met mij aan het hacken. Zeker weten. Oh, jammer. Hey! Knippen dit. Nee, niet knippen. Daniel is aan het hacken nu. Ja, dit komt erin. Goed. Wat gebeurt er nu? Ja! Oh, maar nu hebben we weer deze kant. Daniel is ons helemaal aan het hacken hier. Maar goed. Nou ja, nog steeds Daniel.
En welke top hint had jij deze aflevering van Daniel? Waarvan je echt dacht weer van, ja, dit is echt weer bevestiging, Daniel is de mol. Hetgene wat hij met Sorry op de kamer heeft gezegd. Dat vond ik officieel een van de betere. En ik kan het precies herhalen. Je kunt iemand wel of niet vertrouwen, denk ik hier. Misschien één iemand. Daar heb ik echt een goed gevoel bij. Met andere woorden zegt hij, denk je dat hij het over Anke heeft. Maar ja. Hij kan het ook, als je iemand vertrouwt, als hij kandidaat is, kan hij Anke ook niet vertrouwen. Want in het spel kan je niemand vertrouwen. Trust nobody, in principe. En dan, wanneer kan je wel iemand vertrouwen? Als je zelf de mol bent. Dus dan kan je jezelf vertrouwen. Ja. Ja, dus je kunt jezelf vertrouwen. Dat is één iemand en dat ben je eigenlijk zelf. Ja, die vond ik zelf het beste en die kwam van Guido af. Ik heb die top gevonden. En over welke Guido hebben we het? Oh, Guido af. Guido, ja. Okay. Onze artiest. Ja, onze artiest. En roze brillen, die vond ik ook wel goed. De roze brillen? Heb ik niemand over gehoord. Met de roze? Alleen de roze brillen die ze op hadden. En de achtergrond van Daniel is roze. Ja, juist. Op zijn foto, ja. En Dinant, verdenk jij nou nog steeds Anke of niet? Ja, ik zit heel erg te twijfelen nu. Maar ik ben wel meer naar Jurre. Oké, en komt dat door een hint of een theorie? Nou, ze reden dus op geel-witte kwads. En we zagen die testvraag dat een vraag in de test was. Wit of geel, of welke kwad reed om. En Jurre had in aflevering 1 een ketting om, die was wit en geel. En we zagen specifiek die testvraag. Oké, dus eigenlijk om de kleuren van de kwads. Ja. Scherp. Ja. Vind ik zelf alweer iets te ver, maar dat is mijn mening, hè. Vind ik zelf iets te ver gezocht. Maar. Nou, afleveringstitel was natuurlijk Spelbreker. Maar voordat wij het spel gaan breken, ik zelf twijfel heel erg als mol tussen Daniel, Ranomi en Nabil na deze aflevering. En toen reden de scooters langs. Ja, ik heb af en toe ook geluiden, want ik zit op de industrie. Oh ja. Nou ja, in ieder geval de afleveringstitel was Spelbreker. Wie zijn de spelbrekers in deze aflevering? Ja, ik zeg Daniel, Soy en Jurre. Die jokers. Ja. In plaats van geld pakken. Ja, dat lijkt mij dus ook een hele goede. Logische redenering. Maar ik had nog iets goeds richting Daniel. Over spelbreker. Je hebt op een gegeven moment een shot in het schip dat Sander en Nabil zijn aan het zoeken naar een kistje. Ja? Uh-huh. Een kistje. En die hebben ze dus niet gevonden, de haakjes. Kan zijn dat Nabil de mol is en Goal denkt, hé, daar staat het kistje, maar ik ga hem niet pakken. Uiteindelijk pakt Daniel het kistje. Die vindt hem. Ja. Oh, dan zitten er twee mollen in. Dat kan helemaal niet. Mijn theorie is zo, zeg maar. Dan is Nabil, zeg maar, de mol. En dan... Dat kan wel, maar dan is het een theorie naar Nabil. Dus Daniel, die is eigenlijk de spelbreker van Nabil's mollenplan. Dat Nabil pakt, zeg maar, het kistje niet. En Daniel uiteindelijk wel. Dus Daniel, die breekt het spel van Nabil. De mol. Dus dan moet je het los van elkaar zien. Spel, breken. Ja, ja. Ja, ja, kan is een mogelijkheid. Dan vind ik die andere sterker. Ja. Ijsbreken. Klopt. Ijsbreken is zeker ook nog iets leuks. Maar dat denk ik niet, want het is specifiek spelbreker. Dat betekent niet dat je dan met een pikhouwer een ijsblokje gaat breken. Ja. Want dat heeft Daniel volgens mij bijvoorbeeld ook niet gedaan, toch? Nee. Nee. Nee, hij heeft geen hamer aangeraakt. Nee. Nou, opdracht 1 gaan we maar even heen dan. Dat was degene met de kwads, met de knopjes inklikken en zo. Wat vielen jullie daar op? Omleiding heette die. Ja, omleiding. Oh ja, omleiding. Wat vielen jullie daar op? Ja, wat... Dat... Oh, ga maar, Dino. Oh, ga jij maar eerst. Wat zal ik eens gaan? Ga maar. Oké. Dat Daniel die wilde de groep heel graag bij elkaar houden. En daardoor was er ook €2500 verdiend. Dus dat vind ik juist een anti-mol actie van Daniel weer. Ja. Want het gaat niet om een klein bedragje van €200 of zo. Het is wel echt de volle pot, 2500. Oftewel de volle map. Die nam om leiding. Wie nam de leiding? Om leiding. Ja.
Ja, dat is ook wel weer sterk eigenlijk. Ja, en dan heb je nog... Nee, ja. Trouw iets niet. De makers misleiden ons. Ik heb een voorgevoel en ik weet niet waarom. Ik heb dit ook gedeeld te strakken om er even over te praten. En iedereen zegt van, hé, er zit best wel een logica in wat je nou zegt. Daniel, zie je iets eerder op de knop drukken? En er werd duidelijk gezegd dat ze tegelijkertijd op de knop moesten drukken. En dat zag je ook bij die eerste groep. Ze telden af. 3, 2, 1, druk. Ja. En bij Daniel zag je gewoon in slow motion dat hij gewoon eerder drukte. Hij had ook constant zijn hand erboven. En bij die andere twee knoppen waar hij moest zijn, daar stond hij met zijn rug naar ons toe. Of Nabil stond ervoor. Nou, en wat zegt Anke dan in de biecht? Er zit een addertje onder het gras. Nou, we hebben niks van een addertje gezien. Misschien komt er nog wel een cobra. Want Rixie zegt na de rand, als de opdracht klaar is, er is €2000 verdiend. Maar nu moeten jullie de beste kandidaat uitzoeken om iemand te misleiden. Nou, en dan denk ik, hé, waarom doet hij dat nu? Tijdens één, normaal gesproken zit daar een tussenhalte in, dat ze op een hotel zitten of aan een restaurant. En dan komt Rick met een uitleg. En dan pas moeten wij de indeling van misleiden misschien gaan doen. Maar worden wij hier gewoon misleid door de makers dat het geld gewoon helemaal niet verdiend is wat in de pot is gekomen? Mm. En dat we dat nog gaan terugzien, omdat hij heeft ook niks gezegd dat de knoppen tegelijkertijd zijn ingedrukt. Oh ja, zo. Maar dat deed bijvoorbeeld Aniek ook. Juist. Aniek heeft het ook een paar keer geprobeerd, maar daar zat zooi bovenop. Ja, klopt. Maar daarom, ik vind Aniek een beetje irritant in deze opdracht. Ja. Gewoon omdat ze de hele tijd, ze doet molachtig. Kijk, als je de mol bent, oké, dan snap ik dat. Maar als je niet de mol bent, vind ik dat eigenlijk een beetje uitlokking van... Goh, jongens, ik kan ook de mol zijn. Ik ben gewoon eigenlijk ook een mol nu. Ja, ik deel je mening. Ja. Ik vind Aniek ook, het is niet, nee, ze is het niet. Nee. Ze is constant aan het mollen, constant rare acties, constant rare opmerkingen, of ze nou in het gesprek is met iemand, tijdens de opdrachten, ze kan gewoon niet normaal doen. Kijk, en dat is goed, hoor, want dat is die fanatieke Aniek in het spel. Aniek is buiten het spel, totaal ander mens, denk ik. Ze zou wel zo grappig zijn, maar in het spel is ze gewoon fanatiek, als een kandidaat, en ze probeert gewoon te mollen. Ze gaat niet echt voor het geld. Ja, dat vind ik dus ook. Aniek streep ik ook af. Ik ook. Volgens mij zei ik dit vorige week ook, maar... Ja. Volgens mij alle drie hebben wij het gezegd voor. Ja. Net zoals Zoe, die streep ik nu ook af. Ik heb namelijk Siem zijn video net gezien. Zijn nieuwste video. En daar heeft hij een hele theorie dat Zoe het niet is, omdat Sander waarschijnlijk vol in tunnelvisie op Zoe is gegaan. Want Sander heeft in aflevering 2 tijdens de test op Zoe gegaan als hoofdverdachte. En in aflevering 3 wordt er alleen bij Sander gezegd van... Goh, Daniel is het niet, bladibladibla. Sander... Aflevering 2 ging Sander voor Aniek. Volgens Siem ging die toen op Zoi. Heb je mijn video gisteren niet gezien die ik maakte voor Sander? Daar zegt hij duidelijk dat hij voor Aniek ging. Was het niet in aflevering 1? Nee, dat was een stukje van aflevering 2. Misschien is Siem ons wel aan het misleiden nu. Ja, maar hij misleidde mij gisteren ook met die hint die zei dat hij omgedraaide psychologie. Nee, dat klopt helemaal niet, want de makers... Ja, hij zei duidelijk dat hij Daniel niet verdacht. Ja. En dan moesten we het omdraaien volgens Siem, dan verdenkt hij wel, en dan weer terugdraaien. Dus dan verdenkt hij Daniel niet. Dat zei Siem in de ene laatste video. En dan denk ik, hè, nou ga je een beetje te veel draaien, weet je wel. Ja. De makers willen er juist naar voren brengen, terwijl dat hij het misschien wel kan zijn. Dat denk ik dan eerder. Want als hij het niet is, ja, waarom zou je dat zeggen dan? Ja. Waarom in aflevering 3 ga je dit al open kaart gooien? Ja, dat Sander zegt van, Daniel is het absoluut niet. Juist, en Aniek ook niet, zegt hij dan in aflevering 3. Ja. Dus eigenlijk kun je ervan uitgaan, Sander die zegt, Daniel is het sowieso niet. Daar heeft hij dus niet op ingezet en vervolgens gaat hij naar huis. Ja. Dus dan zou je wel weer kunnen zeggen dat Daniel het wel is. Juist, en dat zit ik te denken. En dan nog eens, Sander is toch naar huis. Het foutje in het molboekje, jongens, verklaar eens nader. Ja, oh ja. Hoort je ja. mij? En ja. 05. Het is nu fout, hè? En de makers hebben ons geen open kaart gegeven over het molboekje dat er foutjes in stonden. Dit vind ik een beetje nalatig van de makers, of het is bewust. Ja, ik denk dat het bewust is. Dat denk ik ook. Ik denk dat het thema echt gewoon hek is. Ik denk dat nou Dinant is gek.
Ah ja, Dinant is gek. Dinant staat helemaal stil nu in beeld. Daniel is echt bezig nu, jongens. Oppassen. Dadelijk ben ik aan de beurt, denk ik. Oh ja, jij begint ook al een beetje te glitchen. Echt? Ja. Ja, dan worden we gehackt. Ik weet dat Daniel is bezig. En internet lag er ook ineens uit. Ja, hier, ja. Het is van Daniel. Een dedelsaanval, jongens. Ja. Ja. Je staat ook nog steeds stil, die in de hand bij mij. O jee. Je kijkt heel eng naar rechts. O jee. Ja. Maar ja. Nou ja, opdracht 2 hebben we natuurlijk ook nog. Of hadden jullie nog iets over opdracht 1? Ik dacht. Opdracht 1. Ja, die roze brillen dan, hè? Ja, oké. De roze brillen. En verder rest in het begin. Dat Rick duidelijk weer aangeeft dat de mol een pokerface op heeft. Vind ik wel belangrijk om nog even aan te halen. Dus pokerface, zoeken ja. we zoeken naar een mol met een pokerface. En dan denk ik heel snel weer aan een hacker. Ja. Maar ja, het is die tunnelvisie, Tim. Kan er niks aan doen. Ja. En dan denk even aan Animus. Animus is degene die een pokerface op heeft die niemand weet wie hij is. Hij heeft altijd een pokerface op. En dan nog eens, een hacker kan je buurman zijn. Kan jij zijn, bijvoorbeeld. Die mij een linkje stuurde vorige keer. Ja. Oh, misschien hebben ze daar wel op ingehaakt. You never know. Dat Mono dat expres heeft gedaan, ja. Dat daarom de link heeft gedrukt. Ja, dat zou makkelijk kunnen. Dat zou mooi zijn. Ja. Dat zou mooi leuk zijn. Ik stuur een linkje op. Vervolgens klik ik erop. De locatie wordt bekend. Hey jongens, zullen we thema hacken maken? Ja, wie weet. Nou, denk het niet. Maar toen hebben we opdracht 2. En opdracht 2 was een beetje, was wel een leuke opdracht. Gekke woorden, glansgans. Ja. Mol afspraak. Die vond ik verdacht. Toen dacht ik, oké, dat betekent blind date. En volgens mij heeft Jurre nu ook zo'n serie over daten. Oh ja, klopt. Die heeft hij ook gedeeld op zich. Ja, maar dan moet je weer buiten de aflevering om. Maar dat is ook nu pas gemaakt. Dus. En blind date vond ik dan weer leuker. Ik denk dat Tim dat net wou zeggen. Daniel Nanke. Het begin van de aflevering, ja, dat Soy de vragenlijst door wil nemen. En dat hij gewoon zegt tegen, wat is jullie favoriete televisieprogramma? En dat Daniel gewoon zegt, lang leven de liefde. Ja, de liefde is gewoon een blind date, want je wordt 24 uur in huis gezet met iemand die je niet kent. Klopt, maar ik dacht ook iets anders. Ik dacht ook direct aan het bondje van Daniel en Anke toen op die slaapkamer. Ja, het neukbondje. Ja. Ja. Gewoon een blind date met een mol. Oh. Anke die een date heeft met een mol, met een wijntje. Sorry, jongere luisteraars. Normaal bondje. Ja, dat is van Trust Nobody, hè? Die hebben dat gezegd. Ja. En onze grote vriend Mark Versteden. Ja, ze willen me bellen. Ja, als goed is wel, hè? Ze hebben het gezegd. Oh. Ja, ze hebben gezegd dat ze me willen bellen. Vanwege de biechttijden die al. Ja. Toch? Maar dat ene nummer heeft niet gereageerd, dus die mij had gebeld toen. Apart. Ja. Wat teruggebeld. Ja. Neem niet op. Nee. En ik heb hem ook al geappt en zo. Dus. Het is gewoon een hacker. Of ja, misschien is wel Daniel. Inderdaad, Daniel. You never know. Ik heb trouwens wel. Daniel's nummer staat online. Ik weet klopt. Die gebeld heb, jongens. Oh ja. Gewoon even proberen, weet je wel. Maar dat is weer zo dom, hè. Ja, ik heb zijn nummer opgeslagen. Oké. Ja. Dat is misschien heel eng, maar ik heb hem opgeslagen. Stalker. Ja. Weet je, even Daniel bellen. Als ik krijg ben. En verder is wat viel jullie nog meer in opdracht 2 dan? Ja. Telefoon? Ja, telefoon met een M. Ja. En ik ben de mol. Ik ben een mol. Peking eend. Ja, daar kom ik zo heel even op terug, Dinant. Mag jij die even zeggen. Maar telefoon, daar heb ik iets op gevonden. Oh. Sorry, kunnen we gaan wegstrepen, mensen. Als je goed luistert, dan hoor je Rick naderhand zeggen telefoon. En dan moet je heel goed luisteren op de achtergrond. Dan hoor je heel zachtjes, hoor je Soy zeggen telefoon, lachend tegen Randomi. Dus de makers willen dat expres naar voren brengen, telefoon, dat hij een typfoutje maakt. Ja. Soy verdachte maken. Ja. Nou, hoeven ze niet per se Soy verdacht te maken, want die is sowieso wel verdacht in Nederland. Maar nog verdacht. Ja. Nog verdachter. Ja. Dus met Kim Dian met VCA deze dat ook, vorig jaar. Daar zijn de makers wel goed in. Ja, en net als Daniel Dinant.
Wie zei jij nou net dat er in de finale zouden komen volgens jou? Ik zeg Jurre, Ranomi en Daniel. Dan ben ik denk, die zo leiden. Ik denk misschien ook wel Soy. Maar Soy zit niet op... Soy zit deels op Daniel. Dus stel Daniel is de mol, dan kan Soy in de finale komen. Dan vind ik dat best wel een hele logische verklaring waarom er zoveel hints naar Soy wijzen. Daarom. En Soy is heel erg aan het mollen in beeld. Gewoon puur in beeld wordt dat laten zien. Dus... Nou, misschien... iemand, daar gaat je mol-kandidaat. Jammer. Jammer. Het is wel opgehoopt. Nou ja. Weet je? Ach ja. Dan gaan Naomi eruit dan. Dat denk ik ook. Als het... Maar trouwens, even over het offline schema. Die had ik gemaakt. Mm-hmm. Sander was natuurlijk een beetje... Die was als allerlaatste weer online. Maar puur heb ik die niet genoemd in de finale. Omdat die heel erg non-social media is. Maar de volgende op het lijstje die online komt is Ranomi. Dus het zou kunnen zijn dat Ranomi in de volgende aflevering afvalt. Ik vond wel dat ze ineens heel veel biechttijd had. Ja, trouwens, over de biechttijd, als we daar het dan toch over hebben. Want, hey, onze grote vriend WDM Hints 2023, volgens mij heet hij zo. Die heeft weer ons de biechttijd doorgestuurd. Jurre heeft 81 seconden biechttijd. Nabil heeft 23 seconden biechttijd. Soy heeft 150 seconden biechttijd. Dat is in heel veel is dat. Wacht. Als ik heel even die schema's erbij pak, dan kan ik het een beetje vergelijken. Ja, juist. Wat Sander had vorige aflevering bijvoorbeeld. Sander had vorige aflevering maar 50 seconden. Dat is niet heel veel. Nabil had heel veel vorige week. Ja, Nabil had heel veel. Nou heeft Nabil weer heel weinig. Heel weinig. Ja. 23 seconden. Het minst van iedereen. Dat is ook raar. Soy had in de vorige aflevering 70 seconden en nu 150 seconden. Wow. 150? Ja, als je aflevering 1 biechttijd en aflevering 2 biechttijd bij elkaar optelt van Soy, kom je uit op 129 seconden. Dus hij heeft meer dan het dubbele heeft hij gebiecht van 2 afleveringen in aflevering 3. Snappen jullie het nog? Ja, ik snap het wel. Alleen wat gaat dit nou zeggen, wie er gaat afvallen? Ja, dat weet ik niet. Sorry. Want je ziet aan Sander dat het ook geen nut heeft gehad. Dan hebben we nog Ranomi. Die heeft 35 seconden gebiecht. Dat is veel meer dan de vorige afleveringen. Oh, wat idee dat ze echt minuten aan het biechten was. Ja. Sander had maar 30 seconden biechttijd. Dat is niet veel. Daniel had 83 seconden biechttijd. Wordt ook iets meer. Anken 84 en Aniek 28. Wow. Aniek had toch vorige keer ook heel veel, of niet? Nee, die had 4. Maar 4. Ja, 4 seconden, ja. Ja. Maar ja, weet je, je kan hier niet zo heel, heel veel mee. Ik denk dat de makers ook een irritant teken beginnen te krijgen, maar niet. Steeds minder. Ja. Nou, ze kunnen Aniek ook niet te veel in beeld laten. Als het toch alleen maar aan het mollen is. Ja, dat zou het zijn. Dan maakt ze zichzelf al heel erg kandidaat. Sorry hoor, voor degene die op Aniek zit. Ja. Bijna niemand, nee. Nou ja, ja, je weet het niet. Ik krijg geen nee-vibes. Ik blijf dat gewoon zeggen. En ja, is ook zo. Ze is het niet. Ze is gewoon René eigenlijk. Dinant, jij had het over de Peking eend. Ja. In Peking staat een bad eend die door, wie was het, Florentijn van seizoen 21, die heeft die ontworpen. En Peking eend, dat is toch wel weer de bad eend hint. Ja. Ja, en nou ga ik hem aanvullen. Is goed. Die heb ik gisteren helemaal doorbesproken bij Smalltalk. En ik heb denk ik de theorie gevonden achter wat de makers bedoelen. Ranomi, had jij gevonden, Tim? Ja, klopt. Het eendje in aflevering 1. In aflevering 2 duikt het eendje op. Duikt die op. In aflevering 3 zien we Peking eend. Hij duikt op in Peking. Aflevering 4 zien we dat hij weer gaat verplaatst worden door de groep.
En nou ga ik even naar Galaducky. Galaducky was een duck, hetzelfde eendje als dat we nu in beeld zien, in het seizoen, en die aan de sleutelhanger hing. Maar die eendje was gestolen in Amerika. En dat eendje is een wereldreis gaan maken. Werd constant door mensen verplaatst. Ja. En dook weer op in verschillende landen met een foto erbij. Naar de rand is hij teruggebracht naar degene waar hij gestolen is. Met een koffer vol met foto's. Nou, en toen hebben ze een Facebookpagina gemaakt. En ze hebben er een verhaal aan vastgekoppeld. En dat is Galaducky. Nou, en waar is hij geweest, dat Galaducky? In de Kaap van Goede. In Kaapstad. Precies op de berg. En oh. Dan kan je zien, Ranomi verplaatst het eendje. Hij duikt op in aflevering 2. Hij verplaatst weer in aflevering 4. En hij duikt weer op in Peking. Dat je de link kan vinden met Peking, eend wat Ranomi indrukt. En dan kan je een dikke link hebben. Waar het verhaal aan is. En dan hoeft er helemaal niks te zeggen over wie de mol is. Maar dat het gewoon een theorie is om jou ergens in te gaan laten geloven. En daarom begon ik ook een beetje te twijfelen in mijn theorie met de rubber duck. Maar ook met de theorie naar Ranomi toe. Dat ik denk van, daar zoeken we misschien net te ver. Ja. Maar misschien is het wel een hele leuke link. Net als die gouden vrijstelling van vorige keer. Waar we ook geen duidelijkheid over hebben gehad. Dat ik toen even om begon te bedenken. Door die vrijstelling. Maar het is nooit bekendgemaakt. Nee, klopt. Dat ook weer zoiets is. Ja. Ja. En het kan ook zijn, wat Thermomolmeter heel mooi vindt, en wat jij nou net zegt, Dinant, maar dan denk ik eerder, Peking pakte Ranomi goud. En wat is goud? Een winnares. En wat deed Freesia in aflevering 4, toen ze de test invulde? Ze zei, achter de computer, als ik meedoe met een spel, dan ga ik om te winnen. Toen wist ik van Freesia, wordt de winnares. En nou zitten we weer in diezelfde aflevering bijna. En nou zegt zij dit. Dus je kan het zo ver gaan denken dat, ja, dat ze wel eens de winnares gaat worden. Omdat ze het heeft gepakt in Peking. Ja. Maar als je logisch kijkt, denk je dan niet dat Ranomi ook de mol kan zijn? Dus hoeft niet per se, maar het kan. Ja, zeker weten, want dat heb ik gisteren ook in Smalltalk gezegd. Ze kan zeker nog de mol zijn, want ik zit met haar ook het meeste dwars. Als je heel eerlijk wil weten. Ja. Omdat die hint van jou eigenlijk gewoon heel sterk is met die Olympische Spelen en met die verbinding. Daar zit een klapper van een hint. En omdat ze zo weinig in beeld is. Ja, en dat vind ik dus gewoon, dat stoot mij dus juist af. Zou ik het dan leuk vinden dat ze de mol is? Ja, en hoe heet het bij die bekendmaking van ben je mol of kandidaat? Reageert ze zeg maar weer heel gek ook, van goh. Ja, ja en ik ga jullie... Ik weet het niet. Daar heb ik vandaag over na zitten denken. De coördinaten. De coördinaten wezen ons de plekken in IJsselstein, Weert, Middelburg, Haarlem... En Deventer. Wij dachten heel snel aan de middelpunt. Daar is de mol bekendgemaakt. Ja. En Sander. Ja. Nou, geloof ik nou al niet meer in. Maar wat was de code? BMDM 023. We zoeken de 23ste mol. Wie is er in Haarlem bekendgemaakt? Daniel Verlaan. Ja. En dan kan wel eens de 23ste. De 023, de code. Die verwijst naar de mol. En dat Daniel bekend is gemaakt in Haarlem. Wie werd er nog meer naast Daniel bekend in Haarlem? Vrouwtje. En daar waren die twee mollogos in beeld. Die in vond. Tijdens die telefoon. Dat vrouwtje al is afgevallen. En dan erbij ga ik je nog iets vertellen. De kleur rood in Zuid-Afrika betekent de kleur rouw. Rouw? Waar zat Daniel in de kleur rood? Oh, in kistrood. Oh. En hier is in Nederland betekent de kleur zwart de kleur van rouw. Maar in Zuid-Afrika betekent de kleur rood de kleur van rouw. De mol brengt heel veel schade toe in de groep. Kan je zien als een rouw. Beetje vergezocht. Rauw. Ja, oké, okay, maar... Met Tim. Die eerste van WDMH, WDM 23. Die vind ik heel sterk. Ja, en dan kom ik nog even terug weer op de badeentjes. Bij de badeentjes op de foto staan coördinaten. Dus er worden coördinaten op die foto erbij gezet. Maar wij kregen coördinaten en zo werden de plekken bekendgemaakt. Ja. En dan heb je een link met het badeentje wat aan die sleutel zat bij de coördinaten in die plek. Zo, ja. Zo. Ja, sorry, ik graaf heel diep. Maar dit is wel echt... Maar goed.
deze WDMH in plaats van WDM23 vind ik heel sterk. Die vind ik echt heel sterk. En weet je, dit is geen hint, hè, jongens. Begrijp even het verschil tussen een hint, een theorie of een opbouw. Ja, dat is een theorie, denk ik. Wat ik ook zei bij de beste hint die ik vond dat ik heb gevonden is een uitspraak van een mol. Is een molle uitspraak. Is geen hint, is geen theorie, is een molle uitspraak. En dat vond ik ook heel veel naar Everon vorig seizoen. Bepaalde uitspraken die hij doet. En dat heel veel mensen nemen dan wel eens het verkeerde inzicht om het te zien als een hint. Nee, het is geen hint. Het is een molle uitspraak. Het is moedbedrog. Ja. Ja. Ik ben ook verder aan het puzzelen met die WMDM. Want er zit die gewoon niets achter. En dan is dat kistenhacken gewoon een hele logische verklaring. Want wij kregen code en wachtwoorden moesten we invullen. Dan kan de rubber ducky die USB-stick zijn. Ja. Het kan, hè? Het kan. Ik weet het niet. Heel ver gezocht, maar ja, wie weet is het wel. Maar we gaan daar geen openheid over krijgen, ben ik heel erg bang. Want die gouden prijstrainer kregen wij dat ook niet. Nee, klopt. En waarschijnlijk krijgen we ook geen openheid over dat Rick afwezig was. Ja, ook dat. Insta. Je 4 weken op zwart. Ja, en dat had jij heel goed ontdekt. Alleen we hadden de link nog niet gelegd. Alleen toen ik maar bezig was met dat hacken, dacht ik in één keer, oh ja, Rick zijn account op zwart. Ja. Ja. Ik denk, nou, dat is hacken. Ja, klopt. En dan vind ik het heel raar. Waarom geeft hij gewoon niks aan? Maar waarom zou hij ook überhaupt op zwart gaan? Juist. Maar als je dan op zwart gaat en je komt dan weer terug, dan geef je toch even aan, sorry boys, ik was er even uit. Ja. Dat vind ik heel raar. Ja, dat vind ik ook heel raar. En het foutje in het molboekje van Sander, het woordje mij, ja, dat kan je zien als e-mij. Een beetje vergezocht. Maar we zoeken één mol, zet er een 1 voor. 1 mei, dus e-mij. Dus hupkidee, dat is een telefoonkaartje. Dat is een telefooncode. Een telefooncode van jouw code als die gestolen wordt. Dan kan jij je telefoon terugvinden. Nou, de mol werd bekend gemaakt aan de telefoon. Wederom een link. En dan kan het heel makkelijk zijn. De makers hebben hierop ingespeeld, expres die foutjes erin gedaan. Om het te laten lijken op hacken. Dus weer een goede richting Daniel, zeg maar. Ja, sorry. Ik zit in het. Ja, maar toch leuk om te horen. Want je merkt wel van, goh, wat je vind je en wat weet je allemaal nu? Ja. En wat weet je niet? En ik ben ook eerlijk, zelfs op mijn werk zit ik nog na te denken over de theorieën en over de molacties. Want ik heb alle tijd natuurlijk op mijn werk als ik bezig ben. En dan zit ik gewoon te laten denken en maar te zitten denken en die aflevering maar terug te laten scannen. Ja, en dan kom je op dit. Ja. En dat het klopt, ik weet het niet, jongens. Ik weet het ook niet. De makers, ik hoop het. De makers blijven de makers. Er blijft hier de mol. En iedereen mag ook gewoon zijn eigen tunneltje kiezen. Ben er gewoon vrij in. Maar ik ben nou eenmaal in een tunnel gekropen omdat ik het voorgevoel heb dat dit klopt. Dit klopt allemaal te goed. Ja. Maar te goed is niet goed, hè, jongens? Is het te goed wat goed is? Het moet gewoon goed blijven. Het moet niet te goed worden, maar het moet gewoon. Als het te goed wordt, dan is het vaak ook niet. Of juist wel. Nou, mijn angst zit bij Sarah. Toen was het ook allemaal te goed. En daar zit altijd bij mij nog een stille angst. De makers kunnen in één keer de deur dichtklappen. En dan denk ik even aan Simone Wijmans. De groepstheorie. En dat ze elke keer een shirtje aan had van de afvaller. Ging op de plek van de afvaller staan. In aflevering 8, ik zet die televisie aan. En ik zie in één keer dat ze niet meer op die plek staan. En wat doe ik? Niet naar de app gaan of zo om mijn punten over te zetten. Nee, gewoon gaan zitten kijken. Simone valt eruit. Ja, en de makers willen ons. Makers. Ja. Ja, de makers willen ons natuurlijk ook gewoon nep hints geven, hè? Ja, alleen het is te veel, hè, jongens. En dat denk ik wel oké. En dan erbij, was dit naar voren gekomen als ik niet zo erin was gedoken? Want heel veel mensen die zeggen, ja, maar Arjan, er zijn zoveel hints die naar Daniel wijzen. Ja, die zijn er. Maar ik ben er ook wel echt ingedoken. Volop Daniel. Met jouw hulp, met andere hulp, hebben we dat samengevoegd. En hebben heel veel hints naar voren gehaald. Die wel eens heel erg goed kunnen kloppen. En daarom zijn er zoveel hints. Kijk, het is je gevoel wat je moet volgen. Kijk, maar constant hetzelfde zeggen van, ja, maar er zijn te veel hints. Nee, stop daarmee, want dit geeft hij aan in de mollicitatie. Hij zegt in de mollicitatie precies hetgene wat wij nu allemaal vinden. Ik ga de fanatieke kandidaat spelen. Ik ga laten lijken dat ik heel veel geld naar binnen haal. Maar ik ga het op de achtergrond doen. Daniel is weer bezig nu. Ja. Hij is weer bezig. Hij heeft Tim weer gehackt.
Nou, dan wordt de podcast met z'n tweeën tegenwoordig. Ja, nou, Dinant. Gezellig. Dan gaan we maar naar opdracht 3, hè? Ja, wat was opdracht 3 ook weer? Oh ja, dan was het die op het schip. Ja, dat was op het schip. Weet je die opdracht ook weer? Daar gaan we weer. Daar is hij hoor. Daar ben ik weer. Opdracht 3. Het schip. Ja. Jurre zegt als eerste het woordje schip. Waardoor er dus... Waardoor het als eerste natuurlijk wordt geïmproviseerd door iedereen. Ja, ja. Ik denk dat je ook weer een belangrijk stuk vergeet. Vond je niet dat Daniel heel erg goed het schip kon? In het schip kon? Nee, gewoon de route. Ja, oh zo. Binnen toen 10 seconden had hij de ijsblokken gevonden. Ja. 10 seconden, want ik heb zitten tellen. 10 à 12 seconden waren ze al boven, want ze liepen eerst ja, op de kant. Montage, het zou ook zo kunnen zijn dat dat helemaal... Nee, de tijd liep eronder mee. Ja. Je kon het aan de tijd zien, Dinant. De tijd die stond onder in beeld toen Jurre die kant op wou lopen. Dus naar voren, naar het voorkant van het schip. Zei Daniel, kom op, laten we eerst even hierboven kijken. Toen draaiden ze om, ze gingen gelijk naar boven. En daar lag die ijsblokken. Ja, alsof die weet waar die heen moet. Ja, en ja. De mol kan lekker fanatiek doen natuurlijk, hè. Want dat is die dubbele laag die in deze opdracht zit. Ja, en ik denk dat de mol heel fanatiek kan doen deze eerste 3 afleveringen. En volgende week komt hij iets met briefgeld. En geld uit de pot spelen. Yes. En dat dus zijn makers die mij weer laten twijfelen. Nou, maar dan denk ik dus alsnog dat Daniel het eventueel kan zijn, zeg maar. Dat Daniel het dan is. Stel, Daniel is het. Mm-hmm. Dan gaat er volgende week heel veel geld uit de pot. Ja, ik verwacht dat hij het ene hoogste kistje gaat pakken. Want ik heb het al een beetje teruggezien. Je kan het al zien wie die pakt. In het voorstukje. Ja. Nabil heeft de 2250. Die pakt hij heel snel. En achter het koffertje van Nabil zie je in een lullige seconde... zie je dat hij volgens mij 2000 te pakken heeft. Zo. Maar wat gaat er mee gebeuren met die koffertjes? Nou, dat is niet zo moeilijk. Heb je de Mol België niet gekeken? Welk seizoen? Nou, toen zaten ze op het vliegveld. In Mexico. Ja, toen waren ze in het vliegveld... En toen kregen ze eerst de test. En dan moet de afvaller, die weet dan ook niet dat hij gaat afvallen. Die gaat dan mee in de groep zitten. En de koffers worden verdeeld. En dan moet de groep samen uitkomen. Nou, en dan wordt het gewoon, wat gaat de groep doen? Kaart op tafel leggen? Of ga jij voor het geld? Of ga je niet voor het geld? Nou, hier in Nederland kunnen we eigenlijk al wel zeggen wat er gaat gebeuren. Geld interesseert ze niet. Ja. Maar ze willen het spel winnen, dus ze gaan ook geen open kaart spelen. Dus nee. Ik denk dat die hier weinig uit kunnen halen. Dan kan je ook nog troeven kopen. Ja, dat klopt. Ja. En ze hadden Pieter door, hè? Dus ja, heel veel wisten het al. Dus op dat moment was het heel lastig voor Pieter al om te mollen. Ik denk dat Daniel vanaf volgende aflevering steeds minder geld gaat verdienen. Hoop ik. Want dan is het voor mij ook een bevestiging van, goh, Daniel is wel echt de mol. Ja, want hij heeft nu wel heel veel geld in de pot gespeeld. Want ik verwacht ook dat ze naar de jungle gaan. Naar de jungle? Ja, aflevering 5. Dus dat ze daar op de boot stappen en dan gaan ze naar de jungle, omdat in de leader zie je nog dieren terugkomen. Oh ja, die giraf en die nelpaard. Ja. Ja, die nelpaard was al eerder shot. Was in 2013 precies hetzelfde in de leader. Echt? Ja. Oh. Waar valt dat dan ook niet op? Is daar niet iets van een link verbinding mee te leggen? Ik weet niet of die te zien is bij Kees Tol. Ik heb daar nog niet naar gekeken, Tim. Dus als je daar heel eerlijk nog een keer naar wil kijken, ja, ga je gang. Misschien was die nijlpaard bij Kees Tol te zien. En waar die nijlpaard nou te zien is, kan je misschien linken aan hem op. Of de mol zat in seizoen 13 dus op die plek in de leader. En dan heb je de mol van dit seizoen zitten op precies dezelfde plek in de leader. Zou zomaar eens kunnen. Het is wel weer een heerlijke Wie is de Mol, omdat hij ook vanuit onder naar boven gaat. Ja. Ja. En Nabil deed bij de groepsfoto van deze leader, deed hij zijn hoofd van beneden naar boven. Ja, klopt. Ja. Maar hij verdenkt Nabil niet meer naar het langs. Ik denk dat hij dat een beetje expres heeft gedaan. Of hij heeft het echt niet gezien. Ja, maar waarom zou de mol dat dan doen? Want dan neem je dus het risico dat dat kistje niet gevonden wordt. En dan is er geen jokers in het spel. Maar... En dan erbij, waar stond dat kistje? In de kapiteinshut. Ja,
En waar stond de camera in dit geval? De camera stond gericht op het kistje. Ja. Dan ga je er dus van uit dat een kandidaat dat eigenlijk heel makkelijk ziet. Door gewoon naar de camera een beetje te kijken en dan zie je het kistje gewoon staan. Verborgen camera? Dat kan ook. Maar het kan ook zijn dat de productie iets van een richtlijn heeft of zo tijdens een opdracht. Puur voor de tv. Ik denk dat er sowieso gewoon meerdere camera's bij de kistjes staan. Ja, oké. Okay. Misschien is dat en ook sommige wel. Sommige zie jij niet. En sommige zie jij niet. Ja. Dus ik denk dat dat wel in de opdracht verwerkt wordt. Ik geloof daar de makers wel in dat ze ons niet manipuleren. Nabil zag hem echt niet. Denk even aan 2015 toen ze het vliegtuig uitstapte. Rick, ja, oké. Okay. Rick, wie was die andere nou, joh? Ik weet het. Ja, Chris Segers. Oh ja, Chris, ja. Kniepen ze er ook langs. Ja, oké. Okay, is het kan gewoon. Ja. Maar ja, ik denk wel, als Nabil dan de mol is, waarom pakt hij die kist niet gewoon? Want daar zat die belangrijke envelop in. Dus in principe zit daar de dubbele laag in. En dan vind ik het weer verdachte dat Daniel daar met het sleuteltje in liggen vergunnen. Wat doet hij daar ten eerste? Oh, zo. Ja. Hij had daar niks te zoeken, hè? Nee, klopt. Hij ging gewoon naar binnen. De kapitein zit. Hij deed hem gewoon open. Ja. En in de hut van de kapitein. Ja. Kapitein is de hoofd van het schip. Ja. Even simpel gezegd. Ja. Dinant, heb jij nog iets hierop aan te vullen? Want we hebben het heel veel over Daniel, maar waar is Jure? Waar is Jure in dit verhaal? Of Anke? Ja, ze deden allemaal wel goed mee, maar ja, iedereen zou denk ik aan het einde ook wel voor jokers gaan. Ja, trouwens over Jure, dan gaan we ineens helemaal naar de eliminatie. Hij geeft de afvaller een knuffel en tegelijkertijd doet hij een knipoog richting de camera. Dat heb ik niet gezien. Een half knipoogje. Daarna wordt er geknipt, zeg maar. Dus dat is, voor mij was dat ook wel weer even van, waarom doe je een knipoog richting de camera terwijl je een afvaller aan het knuffelen bent? Ja, dat vind ik een hele goeie. Ja. En het was wel weer de vierde die het scherm kreeg, zei ik vorige keer ook na de opnames nog, die kreeg rood. Ja, en Daniel werd weer niet genoemd. Vierde dan? Ja, volgens mij Aniek ook nog niet. Nee, klopt. Aniek nee. Niet genoemd. Ik nog niet scherm gehad. De rest wel. Ja. En dan nog even terugkomen op opdracht 3. We moesten met een hamer ijsblokken hakken en we moesten een code hacken. Dus jij, daar kan je verbinding leggen. Oh ja, ja. Dat is ook nog wel een goeie. En dan het codewoord was schip, hè? Was je met me eens? En dat, wat kan je met schip doen als je die letters husselt? Chips. Ja, dus het kan weer zo'n leuk codewoordje naar de mol zijn. En waar ik in nog Daniel heel erg verdenk en waardoor ik Jurre eigenlijk heb afgestreept, is dat Jurre wat Dinant heel mooi vond. Ik heb het terug zitten kijken. Hij zegt het echt gewoon... Heel eventjes gewoon, schip. Maar hij gaat er niet op door. En Daniel, die hoort dat. En die wil het dan weer even de fanatieke kandidaat lijken. En die maakt het af. Waardoor hij naar de jokers mag. Waardoor hij naar Rick mag. Ja, juist. Waardoor hij wordt gezien als de fanatieke kandidaat. Hij komt daar beneden. En wat doet Daniel als hij daar beneden staat, waar heel de groep bij staat? Hij zegt weer niks. Nee. En laat het weer aan de groep over. Zoals dat ik hem altijd al ken. Op beslissende momenten. En daarna... En daarna je gaat weer juichen, springen en gelijk de kant op zijn bek. Ja, en dan lopen ze met z'n drieën weg. Dan zijn ze met z'n drieën alleen. En dan zegt hij, tuurlijk gaan we voor de jokers. Tuurlijk. Echt heel overtuigend. Mooi, hè? Ik vond het zo mooi. En dan nog hij, hè? Stel, hè, Nabil. Waarom houdt hij die jokerkaart niet zelf? Ja, maar dat vond ik ook een beetje dom van Sander. Ja. Ja, dat geeft hij ook aan, hè? Niet de mol. Dat kan je dus ook als kandidaat doen. En wat nou als dat briefje niet was gevonden? Als ze dan uiteindelijk dan ook voor Rio's kunnen kiezen, denk je? Nee. Nee, dus dat is dus Daniels ding. Daar heeft Daniel dus voor gezorgd. Dat daarom kan ik Daniel, specifiek alleen Daniel, de spelbreker. De spelbreker, ja. 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 Want Daniel maakte uiteindelijk dat kistje. Alleen ook wat Tim heel netjes zei net. En dan kan je het wel zien als dat Daniel alleen de spelbreker is. Ja. Jeetje. Oeh. We hebben wel goede gesprekken weer zo. Ja. 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 Ja, en ik zeg het echt. Ik denk dat Nabil
en Sander allebei een domme fout hebben gemaakt. En Sander geeft het ook aan in Niet de Mol. Ja. Dat als je de jokers had gehouden, dat hij misschien nog in het spel zat. Maar, kijk, ook even vanuit Everon gezien, hè. Mm-hmm. Stel, Everon mocht echt kiezen wie de mol is. Denk, nee. Kijk, die dan schudt al nee, van, dat is helemaal niet zo. Wat zeg je nou allemaal weer, Tim? Hij hoeft het alleen maar door te geven. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja. Hij zei ook toen volgens mij Moltak in aflevering 1 was het al van, ik ben bang dat ik de verkeerde mol straks aanwijs of zo. Dus dan lijkt me dat hij niet zelf had mogen kiezen. Precies. Dat zeg jij heel goed, Inan. Ja. Dat hij zichzelf een beetje heeft. Want Everon is een best wel andere mol dan Daniel nu is. Vind ik zelf. Ja. Ik weet niet of jij dat... Ja, dat zie je ook. Ja. Dit is een Dennis Wening en een Jan Versteeg. Ja. En een George Mol. Dat blijf ik zeggen. Een George. Ik had ze alle drie verkeerd. Ja. En daar over zegt, het gaat me niet gebeuren dat er een fanatieke mol gaat ontsnappen. En dan ga je dadelijk zien, is hij het niet. Maar ja, maakt niet uit. Dan heb ik in ieder geval alles gedaan om toch proberen naar boven te krijgen. Precies. En wat ik nog even blijf zeggen. Waar wou ik nou heen? Ja, ga maar door. Laat maar. Ik weet het even niet meer. Oké. Nou ja. Ik heb ook nog iets. Daar weet Dinant ook van Jurre. Jurre heeft namelijk een foutje gehad op Instagram. Een foutje op Instagram. Jurre heeft een post gepost. Nou ja, story. Ik raak hem afgeleid van jou, Dino. Sorry. die heeft op zijn story heeft hij gepost. De reel van Mollestreken. Van Lavetsi. Dat hij een kandidaat moest raden met een wedstrijd of zo. Aan de kleding. Dus er lag een soort spijkerjasje volgens mij. En dat leek een beetje op de kleding van Soy. Dat was dat. Die reel heeft hij gedeeld. En toen heeft hij daarboven heeft hij gezegd van... wat een leuke wedstrijd. Met een lachenbekje ernaast. En daaronder tussen haakjes, het is Soy. Oké. Okay. Nou, dus. Wat doet onze grote vriend Dinant? Vertel maar, Dinant. Ik heb toen Jurre weer gestuurd met het is Soy vraagteken. En toen... zei hij terug van nee, het was het. Ik snap de verwarring, maar het was natuurlijk bedoeld als in de wedstrijd het is Soy. Ja, toen stuurde hij volgens mij ook nog dat hij het ging veranderen en dat anders de pleuris uit zou breken. Toch, Dinant? Ja. Ja, nou, toen heeft hij dus die story verwijderd. Toen heeft hij een nieuwe story gemaakt. Met daarboven alleen, wat een leuke wedstrijd is dit. Met een lachenbekje en twee uitroeptekens. Ja? Dus toen ging ik hem nog even appen. Dan heb ik hem nog even gedm'd. Met bladibladibla, wat heb je nou weer gedaan? Soy Jurre. Vind ik wel weer erg verdacht van je. Toen zei hij, met allemaal lachenbekjes en weet ik veel wat, stuurde hij van... oh ja, dat bedoelde ik helemaal niet en zo. Toen heeft hij weer die story verwijderd. Toen heeft hij hem weer gerepost, alleen zonder twee uitroeptekens. Oh, precies. Dus alleen door de uitroeptekens. Ja. Ja, heel gek. Ik denk echt, heel eerlijk, dit past precies bij Jurre zijn enthousiasme hoe ik hem ken. Nu. Ja. Het is gewoon precies zo'n Jeroen kijk in de vechten actie. Ja. Je gaat heel snel denken dat hij het dadelijk is. En hij wil dat je denkt dat hij het is. Ja, of dat hij een verwijzing geeft. Maar dat geloof ik niet. Jurre doet dat niet. En waarom die zegt dat de pleuris gaat uitbreken? Aniek heeft op zijn kop gehad, jongen. Ja. Zegt hij voor dat weer de pleuris uitbreekt. Klopt. En ik ga daar niks achter zoeken. En sowieso, ik ben sowieso al niet een voorstander van... Stel, ik heb in mijn inbox een bericht gehad van iemand om dat openbaar te gooien. Maar dat zeg ik, hè? Weet je wat ik nu krijg? Ik kreeg een opmerking onder die post, want ik had die chips post ook gemaakt. Ja. Die chips. Daaronder stuurt iemand, als je deze rij met woorden door de vertaler heen haalt, dan kom je verdacht veel IT/hacker vakjargon tegen. Het woordje bij de opdracht 3 is dat, zeg maar. Bij het schip, daar staat dan de woorden breuk, oefen, vlaggen, slag, bladibladibla. Ja. Breuk is fault, dus fout. Van tot... Ja. Ja. Oefen is staging. Ja. Vlaggen is false flag. Slag is strike.
Hole is void. Ruimte is spacebar. Stoom is Steam Game Platform. En peren is Network Peer. Wauw. Wauw, ik vind mensen echt creatief. Heel creatief. En wie zei dat? Dat zei... Ja, laagstreepje Zegzee. Zegzee. Oh, Edward Scholten. Zeker een SO-naam. Ja. Oh ja, Simon had ook nog een goede hint met die woorden. Als je namelijk een paar letters tussen die woorden uithaalt, kun je alleen maar krijgen Mol Nabil. Ja, geweldig. Ja, en wat gewoon weer een leuk hint. Letters? Wat zei je? En wat doe je met de rest van de letters? Geen kijken. Die breek je af. Ja, als ik patroon in had gezeten, Tim, had ik hem sterk gevonden. Bijvoorbeeld de eerste letter, tweede letter, derde letter. Ja, maar dit is gewoon random. Is... Ja, ik... Nee. Simon zit in een tunnel, hè? Ja. Van wie? Alweer, volgens mij. Simon alweer in een tunnel. Van wie? Van Nabil. Nabil. Nabil, hij zit in een Nabil-tunnel. Ja joh, daar was het ook over gehad met Tunnelvies, de podcast. Ja, top. En heeft Daniel al afgestreept? Ja, Sam heeft Daniel ook helemaal volledig afgestreept. Ja, ik ben echt helemaal mee eens. En dat snap ik echt niet, want dan skip je gewoon een mollicitatie. Je skipt gewoon echt. Ja. En dat snap ik echt niet. En maar ik kijk je echt toch al een tijdje. Het zou leuk zijn als het straks weer... makkelijk denken. Het zou leuk zijn als het straks weer Daniel is. Net zoals met Everon. We strepen allemaal Everon af. Everon kan het echt niet zijn. Hij is helemaal niet verdacht. Het is Freesia. Freesia is echt een goede mol. Ja. Weer alle YouTubers mis, behalve Tim. Behalve Tim. Wees, als YouTube, ik ben een YouTuber, dus ik kan mijn naam niet noemen. Nee. Ik heb dat opgegeven, YouTube. Ja? Ja, ik ben daar niet goed in, man. Ik kan niet zo video's. Ik vind het leuker om nou met jullie in een podcast te zitten. Ik merk dat, dan heb ik iets meer zelfvertrouwen. Ik ben een beetje onzeker als ik achter de video zit. Ik moet zeggen, in de camera kijken is niet mijn sterke kant. Ja. Nee, is ook best gek hoor als je dat doet. Je kijkt naar je camera. Als je kijkt, bijvoorbeeld nou leidt Tim een beetje in het gesprek. Jij komt af en toe ook met je inbreng. Dan vind ik dat veel leuker om dan samen te gaan nadenken over... Wat zou het nou zijn? Kijk, jij komt met jurre dingen. Tim die komt ook weer met andere aanvullingen. En dat denk ik dat beter is. Want je gaat er gewoon dieper op in. In een video heb je gewoon alleen maar je camera. En praat maar gewoon tegen die camera. En dan heb je naderhand je video klaar. En dan denk je, shit, ik ben nog wel vergeten. Ja. Geloof me, dat komt heel veel voor. Ja, en dat vind ik dus niet leuk. En dan zit ik weer te denken, dan moet ik weer iets gaan editen. Moet ik weer iets gaan doen. Of het komt weer verkeerd over. En dan zit heel je inbox vol. Ja, ik vind dat niet leuk. En dat brengt me helemaal van de leg. Want ik wil juist zoeken. En ik wil niet op mensen constant blijven reageren. Ja, ik krijg laatst kreeg ik ook allemaal comments. Nou ja, allemaal comments. Volgens mij kreeg ik een beetje van die gekke comments. Waarvan ze dan denken van, god, kan echt niet dit en zo. Dat soort dingen. Ik kreeg ook haatcomments. Die heb ik allemaal. Die zijn natuurlijk allemaal automatisch alweer af. Maar dan denk ik, jongens, kijk dan niet. Zelf zoeken dan. Kijk niet. En waarom haatcomments? Weet je, ik stuurde net ook een bericht terug. Ook eentje. Die kwam. Ja, wat jij deelt, dat kan helemaal niet. Want de makers die hebben maar 2 weken voorbereidtijd gehad. En dit en dat. En toen heb ik er even een reminder gegeven. Want zij was ook in Freesia-tunnel. Toen zei ze ook tegen mij, alles wat je met Everon vond, dat kon je. Nou, en daar reageerde ze niet op. Ik zeg, de tijd zal het leren, typte ik eronder, weet je wel. Toen ja, dat ken ik, ja. Nou, weer allemaal hetzelfde. Dus wat heb ik gedaan? Een reminder gegeven en ik heb eronder getikt. Wederom, zeg ik je, de tijd gaat het leren. En nou, die zit ze niet meer, is hem eraf geflikkerd. Ja, dat denk ik ook echt, jongen. Dit zegt zoveel over jou. Ja, dat zegt zoveel over jou. Meneer, accepteer je nou gewoon dat iemand in een tunnel zit? Ja, en als jij in een tunnel zit, accepteer dat gewoon van elkaar. Maar help elkaar mee om de juiste mol te vinden. Precies. En altijd moet het privé. En daar heb ik helemaal een hekel aan. Precies. Iemand die stuurde 3 dagen geleden ook, prima video. Dus toen dacht ik, oké, prima video, nou top. Dan zei hij, maar je titel is misleidend. Heb je niet nodig. Gezien, ja. Dus niet meer doen. Voor de rest ga zo door. En volgens mij was dat de video Biechten verklappen mol. Ja. En dan staat er in de thumbnail staat de mol zit in de leader. Ten eerste,
de mol zit sowieso in de leader. Ja, tuurlijk. Ja. Dus dat is niet misleidend. Ten tweede, biechten voor klappen mol, daar heb ik het over gehad met de biechttijden. Dus dat je theoretisch gezien een mol uit kan zoeken. Ik heb een logische verklaring waarom die dat bericht naar jou heeft gestuurd. Nou? Ik denk dat hij op Ron zit. Hij zit op Ron. Zeker weten. Hij verwacht dat Ron nog terug in het spel komt, denk ik. Ja. Daarom die comment. Nog een keertje een theateropdracht en dan is hij er gewoon. Ja. Dat is een voorstelling. Ja, daar komt hij. Ja, zeker weten. Ron Bolzaak komt terug. Het zou wat zijn als hij in Hij was ook niet bij de bekendmaking, hè? Een van de vijf kandidaten was hij niet. Moet Ron zijn. Ja, zeker weten. Kan niet anders. Maar het zou dus ook gewoon zo kunnen zijn dat Ron in aflevering 1 vermomd was tijdens die zang bij die dansers en die zangers. Hij zat open haard. Oh, dat kan ook dat nog. Was, ja, dit is het. Dat was Ron. Dat was het. Ja, en die vermomming, die stem, wat jij nou net zei. Ja, ja. Ja, allemaal. Ja, het is Ron. Ja, het is Ron. Nou, dan weten we dat weer. Nou, bedankt voor de comment. Hij zat het namelijk ook gekke... Hij, heel onregelmatig lijkt hij dan weer een post. En dan denk ik, Ja, dit is het. Ron. Ja, het is Ron. Ga door met zo'n comment geven. Echt waar. Voor een hele opheldering gewoon. Ja. Ja. Nou, we hebben wel een beetje veel besproken volgens mij. Ja, alleen nog de test en executie denk ik, of niet? Ja. Ja. Eliminatie, Arjan. Eliminatie. Oh. Dat zei jij vorige keer ook verkeerd, Tim. Ja, dat weet ik. Maar het zit er nog steeds niet ingeprint. Echt maar het is ook niet geprint worden. Nee. Hij wil zeggen. Is ook zo. Ik vind het gewoon een executie. Wat is er nou verschil tussen eliminatie of executie? Ik zie het verschil niet. Het is hetzelfde. Ja. Maar misschien hebben ze dat wel gedaan, want het is gehackt, hè? Het is gehackt. Oh. Het is aangepast door Daniel. Oh, wauw. Ja. Ja, kan. Ja, ja kan. Ja, kan. Kan. Wel veel hackings dan, hè? Ja. wat viel op bij de test? Nou ja, daar hebben we het ook al een beetje over gehad. Dat Sander, bij Sander zijn biecht hoor je dat Daniel niet de mol is. Dat Sander dus eigenlijk vooral niet op Daniel is gegaan. Mhm. Dus dan zeggen de makers eigenlijk Daniel is de mol. Niet. Ofwel, want... Ik hoop dat inbellen. Ja, precies. Kijk, de biecht van Sander zegt van, goh, Daniel is niet de mol. Dus dan ga je ervan uit, Sander vult niks in op Daniel, gaat eruit. Zo kan het zijn dat de makers dit er expres in laten zitten om ons op Daniel te laten gaan. Aan de andere kant, niemand, bijna niemand... zit op Daniel op dit moment. Kijk maar naar de verdenkingen. Naar de statistieken. Dus je kan hier enigszins eigen invulling aan geven. Dit was vorig jaar ook bij Devon. Ja. Ja, precies. Toen met die biechten die omgewisseld waren en zo. Ja, en ik blijf ook zeggen, de eerste afvaller, Sarah, zat ook op Daniel. Ja. Werd toen specifiek naar voren gehaald. Die nu erop, echt tussendoor. Weet je ook nog op wie ze nog meer zat? Anke. Daniel. Zou ik kijken. In de tussentijd, wat ook opvalt, is dat de vierde scherm. En ja, de vierde letter is natuurlijk de letter D. En hierin de leader is ook nog in de leader is ook weer Daniel van Lalaan. Ja. Het hoeft niks te zeggen, want het kan natuurlijk morgen of zaterdag de vijfde scherm zijn. Dan valt hij in. Maar ja, ik weet het niet wat we daarmee moeten. Ik kan maar beter gezegd hebben. En Daniel heeft nog geen scherm gehad. En ik heb nog geen scherm gehad. Klopt. Kan ook iets achter zitten. Want de mol hoeft dan niet zijn slagader bijvoorbeeld in beeld te hebben. De mol hoeft zijn pokerface niet op. De mol hoeft zijn pokerface niet op te zetten. En dan even voor jou. Want jij zit op Nabil een beetje. Hè? Ik vond Nabil ook verdacht. Nee. Constant dit heeft. Hij doet zijn trui er zo voor. En dat zegt mij dan weer dat hij kandidaat is. Want hij zit constant met zijn slagader te bedekken. Klopt. Maar Siem had ook nog iets in zijn video gezegd daarover. Hij had namelijk een paar screenshots doorgestuurd gekregen dat Nabil allemaal gekke dingen doet. Bij de executie kijkt hij bijvoorbeeld niet naar Rick, maar naar de kandidaten. Mm-hmm. Bij, even kijken welke opdracht was dat, met die props. Kijkt hij naar beneden volgens mij. Een beetje gekke houdingen elke keer heeft hij. Zit hij weer aan zijn oor, zit hij te krabben, zit hij spanning, zenuwen. En wat zou dat dan betekenen? Dat hij toneel speelt of dat hij gewoon kandidaat is die gewoon zo zich voelt? Ja, dat kan beide. Oh, ik kan er weer niks mee. Ja.
Maar even over de test nog. Sarah zat op Vrouwkje, Ranomi, Daniel en Sander. Ah, kijk. Nou, Vrouwkje en Sander zijn afgevallen, dus dan blijven Ranomi en Daniel over. En ze noemde Daniel als derde. Ja. Dat vond ik ook opvallend. Want? MOL. Omdat je de mol niet als eerste doet. Dan ook niet als eerste opnoemen. Ja. Dan ga je er sneller over inlezen. Ja. Dat zou ik ook doen, als makers zijnde. Dus, en het is ook nog eens mooi dat het zo gezegd wordt natuurlijk voor de makers. Ja, raar hè? En het rare is gewoon dat je ook... Daniel hoor je helemaal niet op wie die zit. Nee, klopt. En in aflevering 1 hoor je dat ook niet van Ranomi en ook niet van Soy. Ja, klopt. Ja, dan zijn dat gewoon de 3 finalisten. Seriously. Ja, en nog even iets opvallends, dan kunnen we Aniek nog meer afstrepen. Jurre zat tijdens de eerste test iedereen, behalve Vrouwkje en Aniek. Ja, mee eens. Dus Vrouwkje en Aniek heeft hij afgestreept. Dus dan heb je meteen die al niet. Ja. Waarschijnlijk. En dan gaat Anke het slachtoffer worden van de mol, denken jullie? Ja, dat denk ik. Of is Anke zo slim dat ze Daniel wel door heeft? Maar zij verdacht Daniel wel. Toen met... Ja, dat vermoeden heb ik ook een beetje. Dat ik denk, Anke is een pietere dame hoor. Pas, onderschat Anke niet. Ik zit nog iets te denken. Ik zit nog nu even ineens naar die test van aflevering 1 te kijken. Dat hoort helemaal niet bij wat we nu aan het bespreken zijn. Maar Vrouwkje, die vult de testvraag met wie zat opgesloten zat. Dat was Daniel. Die vulde ze in op, laten we zo zeggen. Op een het was een testvraag met wie zat de mol opgesloten tijdens aflevering 1, opdracht 1 met de kisten. Ja, klopt. Daar vult ze in op Vrouwkje, dus haarzelf. Maar zij zat natuurlijk met Daniel opgesloten, dus ze zit op Aniek en Daniel tijdens die aflevering. Ja, klopt. En in aflevering 2... Verdenkt ze Daniel niet meer? Niet meer. Welke logica ga je dan hebben? En dat heb je nu ook met Sander. Ja. En dan mogen we de rest allemaal zelf invullen wat je denkt dat wie de mol is. Ja. Wat wel gek is, Anke zet in test 1 de mol is een vrouw in. Vult in de mol is een vrouw. Maar ja, dat is wel raar trouwens. Kansberekening eigenlijk wel raar, want er waren al vrouwen uit. Ja. Maar wie zou ze dan zitten? Dan zit ze op Ranomi, man. Omdat ze dat ook voor die spiegel zei. Ja. Van ik vertrouw jou niet. Klopt. En ik hoor jou in je slaap praten. Oh ja, dat zei ja. Dat ze dat grapje maakte, wat je zag haar lachen in die spiegel. Trouwens, Daniel zegt in opdracht 2 van aflevering 1, ja, we gaan weer even naar aflevering 1, zegt hij eerst rustig, rustig, en daarna gaat hij heel snel door de muziekfragmenten heen. Oké. Ja, dat heb ik opgeschreven. Oh, en die hand. Nog een gouden hint van naar jou. Hij is nog niet gedeeld. Jurre is te zien 2 keer bij de test. Oh ja, ook in een soort spiegel, toch? Hij staat in een spiegel. En Nabil, even voor de Nabil-tunnel weer. Nabil zit in de captain zitten. Oh ja, ja. Kapitein, baas van het spel. Ja. En dan nog een hint naar Daniel. Naar Daniel wijst een pijl. En er zit groen touw achter hem. Oh ja, die pijl. Ja, en dat wil hij ook nog in zijn story. En in alleen dat was niet te zien in de aflevering. Maar hij zat er wel. Ja, klopt. En dan stond duidelijk die pijl naar hem en groen touw erachter. Ja. Dus ja, zeg het maar. Weet je het niet. Net zoals je lampen, als je ze op groen zet. Het enige wat ik afstoot voor Jurre, en dat haal ik hem weer een beetje naar beneden, Dinant, is dat ze allebei achter elkaar kwamen. Jurre, toen Nabil. Is een beetje te snel. Zo en in het offline schema is eerst Ranomi weer online. Daarna is... Jurre online en daarna Nabil. Maar, daarover gesproken, over dat offline schema. In deze aflevering zagen we dat Daniel en Anke hun telefoons bij hun hadden. Ja. Ja, dat vond ik ook raar. Ook heel gek. Dat bedenk ik me nu net, maar dat is eigenlijk best wel gek. Want hoe kunnen ze dan afwezig zijn geweest? Nou, niet. Dat snap ik dus nog niet helemaal. Niet? Nee, maar waarom zit er zoveel tijd tussen? Omdat ze gewoon niet gepost hebben op Instagram. Ja, oké, maar toch... Je reageert alleen via WhatsApp bijvoorbeeld. En ja, dat okay, maar... is een keer een post tussendoor gegooid.
Ja, maar deze is dus een afvallershotel, hè? Ja. Je gaat met z'n allen, kom je uiteindelijk uit bij het afvallershotel, behalve de finalisten. Nou, dan heb je Sarah dus, die als eerst online weer gaat, en dan gaat vrouwtje online en dan blablabla. Zo gaat dat ook in het offline schema. Maar dat kan eigenlijk helemaal niet. Want als ze in het afvallershotel zitten, ze mogen niks posten. Uh-huh. En na het seizoen gaan ze terug naar huis, dan gaan ze allemaal één voor één weer online. Dat kan ook niet. Er zitten dagen tussen. Ja, ik laat dit sowieso over aan jou. Het lijkt mij sowieso dat als ze naar huis gaan, dat ze het dan sowieso weer gaan posten. Gewoon allemaal weer vanaf dag één. En niet dat één kandidaat pas 10 dagen daarna weer op Instagram gaat zitten. Maar ja, als je niks te posten hebt. Ja, oké, maar 10 dagen... Dan ben je al 4 weken offline. Heel eerlijk, Tim. Dit laat ik over aan jullie. Ja. Waarom? Omdat ik dit vind. Ja, hier kan ik niks mee. Ja, ja, is ook zo. Ik ook niet. Het kan alle kanten op. Ze kunnen ook gewoon ons weer naar Jeroen Kijk van de Weg. Dan heb ik daar dat stukje losgelaten. Want toen ben ik er ook keihard in gestampt. Ja. Ik ga dat gewoon niet meer doen. Ik laat dat los. Want daar heb ik geen zekerheid in. We kunnen beter in de aflevering focussen. En daar de hint zoeken. En daar de theorie. De verdachte uitspraken. Welke posities. Waar zit de mol? Wat doet die indelingen? Wat zegt hij? Welke gebaren maakt hij? Dat is allemaal veel belangrijker, denk ik. Ja, dat denk ik. Maar ik waardeer je werk, hè? Even een break. Nee, ik. Andersom ook. Maar, viel er nog iets op bij de test of eliminatie? Bij de afvallers? Bij de afvallers, bijvoorbeeld. Nee. Dat Ron niet op de stoel zat. Oh ja. Ja, dat vond ik wel gek. Ja, vond ik ook gek. Want oh, even Ron. Van net. Even Ron. Hey, even Ron. Dat is hem. Even Ron. Ron. Ja. Even Ron. Ja, zie je, hij komt nog terug. Ja. Heel eventjes komt hij terug. Heel even. Even Ron. Ja. Ja, op de Vendag. Op de Vendag. Op de Vendag. Vorig jaar wel. Oh. Ja. Ik ga deze podcast doorsturen met Ron. Ik zweer het. Kijk of je gezellig. Luistert. Schrikker. Nou, Ron, als je luistert, het was gezellig om je te ontmoeten hebben. Ja, eerlijk. Ja, verder is ik heb echt niks meer. Nee, ik ook niet. Het is op. Dus ik denk dat het dan wel weer genoeg aan de naam. Kiphok! Oh, hij heeft nog wat, hij heeft nog wat. Kiphok! Ik vergeet heel de kiphok, jongen. Kiphok? Nou, dat Daniel, die noemde de groep een kiphok. Ja. Wat ken je daar nou mee? Een kip, een eend, nee. Nee, wat is je nou in het spel? Haantje de voorste. Oh. En hij noemt de kandidaten een kippenhok. En hij is Haantje de voorste. En je kan een haan in een hok hebben, want anders wordt het vechten. Oh ja. Nou, dat vind ik leuk. Vind ik leuk nog. Het is een mol-uitspraak. Het is geen hint, hè? Het is een mol-uitspraak. Ja, dat klopt. Het is ook geen hint. Het is gewoon meer een mol-uitspraak. Ja, en dat was hem. Nou heb ik hem echt. Ja, wel een mooie afsluiter. Ja. Ja. Top. En dan, beste tip aan iedereen, volg je gevoel. Ja, volg je gevoel. Niet naar ons luisteren, nou ja, ook wel een beetje, maar... Nou ja, ze luisteren nu naar ons hoor, Dino. Ja, maar niet te veel. Nee, maar ze luisteren nu. Ja. 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 Dat is weer top. Oh ja, en wat zeggen we dan? Ja, ho, ik ben... Ho. Eerst nog even inspreken, hè. Dit was het dan voor deze week. Volg deze podcast zeker, zodat je elke week weer kan genieten van een nieuwe aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Houdoe! Later! Nee, later! Ik deed hem expres deze keer. Ja, dat... Ik hoop het. Laters! Meer van dit? Check het YouTube-kanaal van Tim Uitroepteken en de Instagram-pagina's @WDM-2023-hints, @mollenjagers en @WDM-pro. Laters. Nee. Laters. Ik was al klaar.